Ja, vertel me, wat is hier gebeurd? We waren vannacht aan hem sliepen we en toen, begon het onweren. En toen hoorden we opeens een hele harde knal. En toen gingen we naar school toe. En toen, zagen we die boom, die schors was helemaal af. En toen heb ik mijn vader gebeld. En die zei dat die boom dan omgekapt werd. En toen kwamen we weer terug. Toen ging ik weer kijken, toen was die boom weg. Toen was het verhaaltje uit. Heb jij gezien dat die omgehaald werd? Ja, ik keek uit, vanaf de stoep. Toen ik naar de winkel ging, toen zag ik dat mensen hem omkapten. Nou, en dat was een hele plek, een hele lege plek. Het was een hele grote boom. En mijn moeder zei van, hoe kunnen ze die bomen omhalen? Mijn broertje zei, zij had in de klas verteld dat hij heel erg geschrokken was tegen de juf. En dat de juf zei dat het wel ook wel gevaarlijk was. En op welke school zitten jullie? Zitten jullie op dezelfde school? Koning Willem-Alexander school. Zij zit op de Pieter Zand. En in welke klas zitten jullie? 6B. En ik 5B. En ik ga naar de tweede toe. Ik ga naar groep 7 toe. Mijn broertje gaat naar groep 1 toe. Weet jullie hoe oud die boom was? Ongeveer. Ja, hij was ongeveer 58 jaar. Waaraan kun je dat zien? Aan de ringen. Hier in deze boom staan. Kijk, deze ringen. Deze 1, 2, 3, 4, 5. Hier heb je zulke ringen staan. Randen. En die moet je daartussen moet je tellen. En dan kun je weten hoe oud ze zijn. En hieraan kun je zien dat hij nog... Dit heel jong is en dit ouder, want deze zijn later bij opgekomen, daarom is het ook nog lichter. En dit is hem nog niet, dit stuk is nog niet zo helemaal, dit is niet. En hier is nog een dikke kever, die wil graag zijn boom.